is maandag 10 september. Nog 48 uur te gaan voor de verkiezingen. En waarschijnlijk nog zo'n 10 tv-programma's waarin allerlei politieke leiders hun best gaan doen om de laatste stemmers naar zich toe te trekken. Volgens de Hond is er nog zo'n 20-30% van de kiezers zwevend. Dus er is nog genoeg om voor te vechten. Hij denkt dat er ongeveer 15 zetels nog gaan schuiven, kunnen gaan schuiven. Dus dat is toch wel iets om je best voor te gaan doen. Vanavond is het denk ik het meest interessante de uitzending van Nieuwsuur, waar Samsom en Rutte elkaar gaan bestrijden. Samsom en Rutte zijn natuurlijk de koplopers in de peilingen. Ze staan ongeveer gelijk, maken ongeveer evenveel kans dus om premier te worden. Samsom heeft misschien iets moeilijker omdat zijn coalitie met de SP zal geen meerderheid krijgen. Een heleboel partijen hebben daar al nee tegen gezegd. Bijvoorbeeld Buma, dit weekend nog eens, van het CDA. VVD had daar natuurlijk al eerder nee tegen gezegd. En D66 zegt het misschien niet zo hard, maar die gaat dat ook nooit steunen. Dus Samsom zal moeten uitwijken naar rechts. En er zal vanavond tijdens een enquête van 1Vandaag zal blijken dat veel PvdA-stemmers daar bang voor zijn. Dat is ook wel te begrijpen natuurlijk, maar het zit er waarschijnlijk niet veel anders op. Vanavond bij 1Vandaag ook nog een hele uitgebreide uitzending met Samsom erbij. En later vanavond bij RTL om 11:00 komt Alexander Pechtold nog eens een keer vertellen hoe hij denkt dat Nederland gered moet worden uit de crisis. De afgelopen weekend was natuurlijk de opmerking van Buma interessant, dat hij linkse coalitie uitsloot. Andere opmerking die ik interessant vond in ieder geval was dat Roemer voorstelde om eens een discussie te gaan voeren over al die peilingen zo vlak voor de verkiezingen. De peilingen hebben toch een invloed, blijkt uit allerlei onderzoeken. Partijen die het niet zo goed doen, die doen het door de peilingen dan nog slechter. En peilingen die het juist goed doen, die krijgen dan door de peilingen een soort wind onder de vleugels. En dan gaat het opeens nog weer beter. Daar zou hij eigenlijk wel eens een goede discussie over willen hebben. Dat hebben ze in Frankrijk inderdaad verboden tot 2 weken voor de verkiezingen. Dat kan een interessant debat worden zo na 12 september.